Een hele goede morgen bij deze alweer derde reeks in de Smart Week of IoT van MCS. Waarbij we jullie gaan inspireren met hele mooie IoT use cases in de wereld van IoT. Nou, het is een goede dag vandaag. De weersvoorspellingen waren dat wij een graadje of 20 zouden hebben. Maar op dit moment is het gewoon 8 graden en een beetje grijs buiten. Dus ja, een mooi moment om even in 30 minuten een webinar te volgen. Waarbij je weer helemaal wordt bijgepraat over LoRa techniek. Ja, een beter moment is er eigenlijk niet. Deze serie bestaat uit 6 onderdelen en vandaag trappen wij af met LoRa. Een inmiddels bewezen IoT-oplossing waarbij we in gaan zoomen op het gebruik daarvan in smart building en met name smart energy oplossingen. De specialisten die vandaag aan het woord zullen komen zijn Jan van Rossen, mijn collega van MCS en verantwoordelijk voor operatie en business development. We hebben Romain Weerijk van Keurlink. Hij zal zijn presentatie in het Engels houden. En we hebben Dennis van der Bos, een van de founders van Blockbox, die jullie inzicht gaat geven in hun mooie IoT tooling. De presentaties worden opgenomen, dus dat zijn even de spelregels van vandaag, zodat je ze kunt terugkijken. Er is voldoende ruimte voor vragen, die kun je stellen in de chat, maar wel graag je naam mee sturen. En we zullen alle vragen behandelen aan het einde van deze sessie, als alle drie de presentatoren klaar zijn met hun verhaal. Ik wens jullie heel veel succes bij deze sessie over LoRa en ik geef nu mijn collega Jan het woord voor het eerste deel van de presentatie. MCS, even een paar kleine slides erover, zodat jullie een beeld hebben van wat onze activiteiten zijn. En die zijn eigenlijk onder te verdelen in 2 zaken. Wij faciliteren onze partners om managed IoT-oplossingen te realiseren. En daarnaast ook private networks of privé netwerken in het Nederlands. Schakel even door naar zeg maar, de managed IoT-oplossingen. Daar kun je een aantal zaken in onderscheiden. Je ziet daar die bolletjes in het midden staan. En dat zijn eigenlijk de individuele onderwerpen van een totale IoT-oplossing. Het begint eigenlijk bij sensoren. Die sensoren die worden vervolgens gebruikt om hun data door te zetten naar gateways en routers bijvoorbeeld. De devices in zo'n IoT-treintje zou je ook graag willen managen. Nou, daar hebben we remote device management platformen voor. Uiteindelijk moet de data natuurlijk ook ergens naartoe. Dan spreek je over connectiviteit. En die connectiviteit kunnen we leveren om vervolgens de data naar een platform te krijgen. Een analytic platform of dataverwerkingsplatform, zo gezegd. Dus dat zijn eigenlijk allemaal elementen die in het IoT-treintje beschikbaar zijn. Nodig zijn en die kunnen wij leveren of allemaal of bijvoorbeeld bepaalde delen. Afhankelijk van wat een klant zelf al in huis heeft. Nou, dat doen we met een aantal leveranciers. Die zitten aan de linkerkant. En dat leveren we eigenlijk niet aan eindklanten, dus niet aan gemeentes of ziekenhuizen, maar wij leveren altijd aan wat we noemen system integrators of resellers. En daar ziet u er een aantal van aan de rechterkant staan. Als we kijken naar privé netwerken, dan hebben we het over een aantal technieken die we daar leveren. En nou, die ziet u hier in het midden ook komen. Dat is in eerste instantie privé gsm netwerken. Nou, die zijn natuurlijk niet zo heel erg actueel meer. En we zien dat daar steeds meer privé netwerken omgezet worden naar private LTE netwerken. En inmiddels leveren we ook 5G netwerken, private 5G netwerken. En ook LoRa netwerken om typische IoT oplossingen te faciliteren. Deze netwerken die worden eigenlijk vooral gebruikt voor bedrijfskritische toepassingen. Je kunt dan denken in een zorgcentra bijvoorbeeld, waarbij zusteroproepsystemen of alarmsystemen zeg maar, over dit soort netwerken worden gefaciliteerd. Dat doen we ook met een aantal leveranciers en die zitten hier aan de linkerkant staan. Waaronder een Nokia of een Basels. En ook Keurlink gebruiken wij dan met name voor het faciliteren van een private LoRa netwerk. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als met de IoT oplossingen. Dat doen we niet rechtstreeks aan eindklanten, maar altijd via partners.
En daar rechts ziet u een aantal partners staan. Vandaag gaan we het hebben over energiemonitoring in gebouw. Waarvoor zou je dat eigenlijk willen? Nou, wij zien dat diverse klanten daar redenen voor hebben om dat te doen. Uiteraard is er een hele beweging naar de energietransitie op dit moment bezig. Maar je ziet toch dat er nog diverse subonderwerpen of subdomeinen zijn. En één daarvan is bijvoorbeeld, als je in de verhuur zou zitten, dan wil je graag dat ook het energieverbruik op een gegeven moment eigenlijk gefactureerd of geïnvoiced wordt. En dat zou je dus kunnen doen door het monitoren van het energieverbruik op zo'n, in dit geval bijvoorbeeld een bouwketen. Dus dat is waarom je daar energie zou willen monitoren. Daarnaast, als je in duurzaamheid zit of de duurzaamheid zou willen aantonen, dan hebben we het over compliance, hè, dus het aantonen van bepaalde zaken rondom energieverbruik. Dat is een van de redenen waarom je energie zou willen monitoren. En als derde aspect, eigenlijk zijn dat er twee in één, zou je kunnen zeggen. Als je kijkt naar bedrijfsverzamelgebouwen of überhaupt gebouwbeheer, dan wil je aan de ene kant wil je in sommige gevallen het energieverbruik ook doorbelasten. Dan kun je vooral denken aan een bedrijfsverzamelgebouw. Maar aan de andere kant zijn steeds meer bedrijven zich bewust van het besparen van energie. En daarvoor zou je energie willen monitoren in een gebouw überhaupt, om te kijken of daar nog energie te besparen valt. Nou, zolang je dat niet weet hoeveel energie er wordt verbruikt, is het ook lastig om inzicht te krijgen in waar je zou kunnen besparen. Dus dat is een derde reden om energie te willen monitoren. En eigenlijk als laatste, dat zien we ook steeds meer, is dat klanten eigenlijk wel geïnteresseerd zijn in het benchmarken van energieverbruik. Dus ik verbruik een bepaalde hoeveelheid energie en hoeveel verbruikt nou een vergelijkbare partij in de sector of in de branche aan energie. In dit geval heb ik even een zwembad aangegeven. Een klant van ons die heeft diverse van dit soort zwembaden. En zeker met de huidige energieprijzen is het natuurlijk wel interessant om te kijken waarom het ene zwembad meer verbruikt dan het andere zwembad. Dus kortom, genoeg redenen om energie te willen monitoren en dat wil je makkelijk en schaalbaar doen. Maar wat is nou eigenlijk de issue bij dit soort klanten? Het probleem waar dit soort klanten tegenaan lopen is eigenlijk, hoe ga ik nou energie monitoren? Want wat kom ik namelijk tegen in de praktijk? En in de praktijk kom je een diversiteit aan meters tegen. Een diversiteit aan mogelijkheden om energie te monitoren. Hier staan er een aantal. Hè. Je hebt analoge meters, digitale meters. Je wilt soms ook water monitoren vanuit de duurzaamheid en verbruikreductie. Je hebt uiteraard gasmeters. En daarnaast heb je ook nog de zogenaamde wat we noemen Modbus of Mbus meters. Dat zijn specifieke meters die gebruikt worden met een specifiek protocol om energie te monitoren. En in sommige gevallen heb je ook helemaal geen meter, dus dan moet je nog iets anders verzinnen. Kortom, er is een ontzettende variëteit aan klantsituaties. En wat je dan eigenlijk het liefste zou willen, is één oplossing om al die meters of eigenlijk al het energie te monitoren. Nou, wat we dan zien bij onze klanten is dat het handigste is als je dat zou kunnen doen via een LoRa drop-in netwerk. Mijn collega Romain die zal zo meteen nog wat verder ingaan op LoRa. Maar als je kijkt naar de algemene elementen van een IoT-treintje, in dit geval ook LoRa, dan ziet het er eigenlijk als volgt uit. Dus je hebt aan de linkerkant heb je een aantal sensoren die willen hun data doorzetten via gateways over een netwerk. En uiteindelijk wil je nog iets doen met die data. Nou, het mooie is met LoRa eigenlijk dat je op een gegeven moment een enorme variëteit aan sensoren kan hebben om bestaande situaties, brownfield situaties zoals we die noemen, om die te connecten en de data daar uit het soort systemen naar boven te halen. Uiteindelijk wil je die data transporteren over in dit geval een LoRa-netwerk. Dus je gebruikt de techniek LoRa om de data ergens anders te krijgen. Zometeen zal Keurlink daar duidelijk vertellen hoe je dat het handigste kunt doen. En op een schaalbare wijze ook die data uiteindelijk naar de cloud krijgen. En als die data eenmaal in de cloud is, dan zal Blockbox zo meteen verder vertellen wat je met die data zou willen doen. Dus kortom, dit is eigenlijk de IoT-structuur die we zouden willen toepassen om die enorme lappendeken aan energiemonitoring en daarvoor een antwoord te kunnen bieden. Vanuit MCS zoomen we dan vooral even in op het collecteren van de data. Dus hoe, dat was het linker blokje in die hele keten. Hoe krijg je nou eigenlijk de data uit die gebouwen? En daar hebben we op die antwoorden die ik net gaf, op die diverse meters, hebben we eigenlijk overal wel een antwoord op.
Kijk je naar bijvoorbeeld een analoge meter, dan kun je daar heel makkelijk een LoRa stroomsensor op aansluiten om dus het analoge verbruik te monitoren. Kijk je naar op een gegeven moment meters die vooral pulsen tellen, dan hebben we daar uitstekende LoRa pulstellers voor om de meters die daar staan te kunnen uitlezen. En als je uiteindelijk kijkt naar bijvoorbeeld wat ik zei, Modbus-meters, dat zijn of M-bus-meters, dat zijn specifieke meters, dan hebben we daar ook voor LoRa een klein kastje voor, wat in principe direct het protocol kan uitlezen van bijvoorbeeld de Modbus-meter. Het grote voordeel is als je deze technologie gebruikt, dus LoRa in dit geval, dat je naast het uitlezen van energie en het monitoren van energie ook gelijk andere zaken heel eenvoudig mee kan nemen. Je hebt namelijk toch een LoRa-netwerk aangelegd, dus dan zou je ook andere zaken eenvoudig kunnen meten, zoals bijvoorbeeld temperatuur of CO2. Nou, hiermee heb ik even inzicht gegeven in waarom is het nou eigenlijk nodig, hè? Waarom zouden we graag energie willen monitoren en hoe kan je dat op een hele eenvoudige en schaalbare manier doen? En dan met name hoe zou je dus met eigenlijk een vrij eenvoudige oplossing alle energie kunnen collecteren, de data daarvan. Romain van Keurlink zal nu verder gaan met het stukje netwerk voor dit systeem. Dus ik geef even het woord terug aan mijn collega Bas. Ja, dankjewel Jan voor je heldere uitleg over deze techniek van LoRa en heel specifiek wat je met energiemonitoring kunnen doen. We gaan nu inderdaad naar Romain. Romain is working for Keurlink, one of our important suppliers voor LoRa techniek. En Keurlink is also part of the LoRa Alliance. En they're founded the basics of LoRa techniek at the moment. Romain, please take us away in the Keurlink story. Thank you, Bas. Thank you, Jan. First of all, hello, everyone. I'm sorry, I won't be able to speak in Dutch. I'm not that capable, so I will have to follow in English. First of all, I'm really happy to be with you today, and even more happy to have been invited by our longtime partner MCS and the full team. It has been a long, long partnership started in 2017 at the very beginning of the LoRaWAN journey. And it's really an honor to be part of today's webinar. So because I'm not that important in today's presentation, I would like to jump directly on key facts about Keurlink. So basically, Keurlink, in short, it's a scale-up company that has been created in 2024. So we are nearly 20 years old. We've been listed in 2016 on the Euronext exchange stock with the main objective to address and sustain the global growth of LoRaWAN markets and all the opportunities that were coming from this specific business industry. We are also, as Keurlink, we are also a founding member of two main alliances. The first one is LoRaWAN, the LoRaWAN Alliance, where we've been funding this alliance with a few other companies in 2015. And we are also part of the UCFI Alliance, which is more relying on the smart cities concept and protocol integration. Based on our long experience in LoRaWAN business, we have already sold more than 110,000 gateways with different type of gateways, indoor, outdoor, and different frequency to fit the requirement for worldwide deployments. Few things about our turnover. We have reached last year in 2022 a turnover of 19 million euros. I do not mention it, but we are currently 80 employees with affiliates in different parts of the world. And last but not least, I would say that Keurlink is also putting a lot of importance in our R&D, which is located in France. And this is also reflecting in the fact that so far we have registered already 17 patents. And the idea is to keep our innovative spirit to keep innovating. So the reason of this slide, I mean, is broadly speaking, this
discussing a little bit about LoRa. What is LoRa? What is LoRaWAN protocol? I won't go too deep in details for each of these icons, but basically, as you may probably already know, LoRa and LoRaWAN technology is part of LPWAN, Low Power Wide Area Network technology, and as such, in terms of battery lifetime, you can expect easily to reach an autonomy of 10 years for any sensor that you could deploy. Part of LPWAN, which means wide area network, so basically we are reaching in terms of range the same or even better coverage than what you can get in traditional cellular connectivity. With what is interesting in LoRaWAN is the fact that it's particularly good when it comes to harsh environment. A lot of radio interferences, when you are facing this kind of situation, it's particularly good. LoRa, as a second step, being a technology that is operating on ISM band, it's by default a cost-efficient technology, and it's a cost-efficient solution that will be deployed. So in fact, basically, you don't have, for example, the requirement for a SIM inserted in every sensor, which means that whenever you will deploy hundreds, thousands or millions of sensors, you won't have the need to implement a SIM card in every single sensors. So it's also one of the good advantage of the technology. Bidirectionality, scalability, security are also of great interest when we are considering a technology to deploy at the root of the solution. But according to us, and this is also something that has been emphasized by Jan, what is even more important here is the possibility for everyone to be able to deploy end-to-end solution with no dependence of whatsoever regarding the IT environment of the customer, which means that it's completely free from the local interface that you may have or the context that you may have in the where the, you will deploy this this solution. So the beauty of LoRaWAN solution and the offer that we are providing is really to be autonomous of existing IT infrastructure and get the possibility to add for you as many use cases, as many sensors as you want without any hassles. So even if project means by default problems, the good aspects with LoRa is really to come in a field where we are talking about hassle-free deployments. So coming to the concept of reducing as much as possible the deployment hassles, the next slides that I will comment to you are really highlighting what basically in Curlink we've been focusing at to develop services that basically will implement a successful deployment for you without any operational problem. So the first topic I would like to highlight with this slide is referring to a strategy developed by Curlink to uniformize a few years back the complete range of gateway that we are producing. So whether we are talking about indoor gateway, whether we are talking about outdoor gateway, whether we are talking about gateway which are operating on Wi-Fi, on Ethernet, or on cellular connectivity, everything which is part of our gateway is operating with the same unified firmware. So the main principle is definitely to ease the integration, to facilitate the user experience with the possibility which is given to the customer to adapt and to deploy the gateway independent of the gateway type and only focusing on the fact that there should be no constraints for you to operate one or the other gateway. It's only
the type of gateway that will be chosen and deployed will only be affected or only decided based on your field operations. The second step I would like to highlight on this easy deployment development is a new, actually a quite new concept that has been developed by Kerlink R&D. It is called the ZTP or ZTM. ZTP stands for zero touch provisioning, which basically means that everything that is implemented once you connect the gateway will itself get the configuration without having the need for human resources to provision it. And what is even most important is what we call the zero touch maintenance, ZTM, which basically answer a need to manage and scale a LoRaWAN network. So the idea is really to reduce the operational risk and to cut the operational cost by ensuring that the gateway and the fleet of gateway will receive software updates or get the firmware installed properly. And this without a person to actually perform it on the gateway or to perform on the fleet of the gateway. So we are really willing to provide such services to make the maintenance as automatic as possible. The third slide, which highlights this concept of basically having a deployment, a smooth deployment, a smooth scaling network project, and answer massive IoT, is a tool which is called OneEC Management Plane and OneEC Management Center. It's a tool that we have developed and we initiated quite long time back in 2017, sorry. When we saw actually that the LoRaWAN market and particularly on the infrastructure was addressing the market with some weaknesses, we decided actually to put the infrastructure at the prime, at the most important things to manage a LoRaWAN network, including the sensors and the application. So we decided to launch a comprehensive OSS called OneEC Management Center in order to operate public and private network from a remote perspective with the possibility for you to actually perform gateway management, gateway monitoring, and maintain the efficiency of the network. How we are making it? Well, we are providing information, KPIs, to actually be in a position to understand the health of the infrastructure, the health of the gateway, a particular gateway, like link status, CPU, RAM, temperature. But we're also understanding KPIs based on uplink and downlink to understand what is the efficiency of the complete radio network. We are getting also information KPIs on the end device itself, like uplink, downlink, the numbers of message received, the ratios, etc. And what is also interesting with this kind of management platform is to be in a situation where you are also monitoring the radio aspect of the LoRaWAN network, because we are talking about, as I mentioned to you, a technology that is operating on a ISM band. We need also to measure the efficiency of the specific radio parts of this ISM band. So this is what we have developed at the very beginning of the implementation of OneEC Management Center, to actually avoid the network operator to focus too much on this aspect. So from a remote perspective, you are able to manage the radio part of your gateway or your fleet of gateways. And this is a centralized provisioning and configuration tool that you can get from OneEC Management Center. So basically, with this tool, you are able to maximize the quality of services. You are
able also to identify the need of your network in terms of densification or optimization of the LoRa radio usage. So this is basically the three main concepts that I wanted to highlight today about the development that we are making in Curlink to provide a hassle-free deployment. So what I would like to emphasize with this very last slide from me is actually to showcase that all of these parts of development that we've made over the last years are combined in our new gateway that we have developed, which is called WIRnet iZeptoCell Cellular, iZeptoCell C, which is a Pico LoRaWAN gateway, which is an all-in-one connectivity product or service, which integrates, as I mentioned to you, the plug-and-play concept as a Pico gateway. So it's just a gateway that is provided with a plug to put it on a 220 plug. It's a gateway that is provided with zero touch provisioning, so making the customer just plugging the gateway and leaving the area. It's a gateway that is also part of integrating the zero touch maintenance, which means that from a remote location, there will be automatic updates. It's part including also the 1AC management part, which by default will help you to manage the radio and the gateway part of the connectivity. And the last point that we did not focus so far, it's already integrating the cellular connectivity with an eSIM, which meant really a complete all-in-one connectivity solution, which aim to lower the OPEX in terms of installation, reducing the cost and the concern of installation, and also reducing a lot the maintenance assets. So really, it's an all-in-one product that will help you to address massive IoT services, will help you also to densify your network, where you will have only one, two, or three sensors that will not be able to be attached to the outdoor and macro coverage. And basically, it's a last mile connectivity for any smart building application and ideal for this kind of vertical application. So that's about Curlink. That's about the information that I wanted to share with you about what Curlink we are developing in the environment of easiness of deployment and easiness of maintenance of LoRaWAN network. Yeah, thank you very much, Romain, for your clear view on the Curlink story so far and what nice products that are available to do energy monitoring in smart building. Onze volgende spreker, gaan we door even in het Nederlands, is Dennis van der Bos. En die gaat het laatste, maar zeker niet het onbelangrijkste deel van de hele IoT-trein aan jullie laten zien. En dat is eigenlijk het platform, daar waar data van alle hardware eigenlijk terugkomt in een overzicht waar je analyse, besluitvorm, alarmering en beheer kunt gaan regelen. Dennis, aan jou het woord. Ja, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Dennis van der Bos, een van de twee oprichters van Blockwax. Wij zijn het bedrijf bestaat 5 jaar, een Nederlands bedrijf in Rotterdam. En zijn inmiddels met z'n 18e en focussen echt op de software. En werken met allerlei verschillende type hardware samen, waarin MCS van ons een belangrijke partner is om allerlei assets en typisch ook gebouwen te verslimmen en connected te maken. Daar wil ik jullie graag even meenemen. Ik zag in de Q&A al een aantal hele interessante vragen voorbij komen rondom pulsmeters, rondom GPS-systemen. Nou, daar zijn natuurlijk allerlei verschillende devices voor waar MCS jullie heel veel meer over kan vertellen. Ik wil jullie vooral vertellen over hoe die data uiteindelijk bij elkaar kan komen en waarom we dat doen. Want de noodzaak en de timing die uiteindelijk voor zorgt dat deze transformatie nu eigenlijk harder en sneller dan ooit gaat, dat is denk ik voor iedereen wel duidelijk. Vanwege inderdaad de kostenaspect, zoals Jan ook al noemde. Natuurlijk afgelopen jaar heel erg duidelijk geworden dat energie vrij kostbaar is en nog aan alle kanten bespaard kan worden. Onderhoud natuurlijk ook efficiënter gedaan kan worden door meer meten.
Duurzaamheid komen we natuurlijk steeds meer tegen als onderdeel van de agenda's. En natuurlijk prestatietracking om inderdaad assets met elkaar te kunnen vergelijken. Maar ook ja, op het moment dat je begint te monitoren, dan weet je eigenlijk pas waar je kan verbeteren. En ja, alles begint natuurlijk met een meting. En daar is heel veel verschillende hardware voor, zoals we net eigenlijk al zeiden. Maar wat we ook zien, is dat er ja, verschillende assets zijn. Je hebt slimme meters, je hebt GBS-systemen, je hebt losse sensoren die nog overal worden geplaatst. En wat, wat we ook veel terugzien, is dat er veel verschillende systemen zijn om dat bijvoorbeeld weer te visualiseren. Ja, daarbij is ook nog steeds een hoop batch en handmatig. Dus bijvoorbeeld de maandelijkse ja, energiekosten die geïmporteerd worden vanuit een ander systeem. Of beschikbaar worden gesteld. Sommige dingen wel weer real-time. Sommige dingen gaan zelfs via CSV uploads uiteindelijk nog. En ja, systemen zijn nog steeds vaker rigide en bewerkelijk. Want uiteindelijk als je dingen meet, dan wil je daar ja, graag mee aan de slag. En juist voor jouw specifieke situatie, al dan niet om efficiënter en duurzamer te kunnen werken, daar uiteindelijk makkelijk de inzichten uit kunnen halen. Ja, en wat we ook heel vaak zien inderdaad, is dat ja, op het moment dat je echt aan de slag gaat met de data, dan pas dan ja, levert dat inzichten op waarbij je eigenlijk weer nieuwe inzichten wil vergaren om vervolgens op de nieuwe situatie jezelf aan te kunnen passen. Ja, vraagt om een flexibele omgeving. En als je dan kijkt naar de datavolwassenheid, dan zien we dat ja, heel veel bedrijven nog ja, in de connectiviteits- en visibility fase zitten, dus vooral dashboarding. Zoals ik al zei, vaak in verschillende systemen. En dat er eigenlijk nog een heel groot gat zit tussen uiteindelijk het toepassen van voorspellingen daarop, door middel van bijvoorbeeld AI, maar ook terugsturingen daarop. En nou, als we dan kijken naar ja, wat het verband is met de vorige slide, dan zien we nog steeds dat ja, toch wel veel, en dat het ook best wel complex en lastig is om data centraal en uniform, al dan niet real-time, op één plek te kunnen krijgen. En dat te automatiseren, want ja, niemand zit uiteindelijk te wachten op handmatige metingen. En daarbij de flexibiliteit en zelfcontrole. En eigenlijk zijn dat de drie belangrijkste kernpunten waar we met Blockbox op focussen. En die, ja, die in de platform, zoals wij dat leveren, standaard out of the box meekomen. We leveren een SaaS-platform, ja, die heel snel ja, kan worden opgeschaald en kan worden geconfigureerd zonder code. Dat is uiteindelijk de belofte van waar we mee begonnen zijn en de visie waarop we doorbouwen. Ja, proberen dat vooral heel open te doen. Omdat uiteindelijk zie je dat ook data lang niet altijd eindigt in het systeem of visualisaties van bijvoorbeeld Blockbox, maar natuurlijk ook naar andere systemen en bestaande applicaties toegepoest zou moeten kunnen worden. Bijvoorbeeld een onderhoudspakket, een asset management pakket, pakket om monteurs mee op de weg te sturen. Het zijn natuurlijk vaak al bestaande systemen die gewoon gebruik moeten maken van ja, alle nieuwe slimme technieken en hardware die er al zijn en in het landschap worden toegepast. Daarbij hebben wij op het fundament eigenlijk eerst ingezet. En dat is om vooral ieder type sensor en hardware te ondersteunen. Dus of dat nou een pulsmeting is of een CBS-systeem. Ja, dat is onder andere waarom we partneren met MCS. Levert daar gateways voor bijvoorbeeld om die uit te lezen. Dus natuurlijk vaak API's ook beschikbaar. We ondersteunen eigenlijk alle industriële protocollen en automatiseringsintegraties om die data makkelijk en uniform op één plek te kunnen brengen. Nou, daaromheen zijn natuurlijk, als die data eenmaal uniform is, ja, dan wil je zo snel mogelijk real-time alarmeringen en inzichten kunnen configureren en vooral zonder te programmeren. Want ja, uiteindelijk veel data engineers of IT-mensen om die data bij elkaar te brengen. Ja, die mensen zijn natuurlijk vrij schaars. Dus om dat vooral op een makkelijke manier te kunnen doen zonder te programmeren. Dat is eigenlijk de core van Blockbox. En ja, zoals ik ook al zei, die data uiteindelijk, of die conclusies daarvan, uiteindelijk weer terug kunnen sturen naar personen of systemen. Dat is natuurlijk uiteindelijk heel belangrijk om daar ook echt actie op te kunnen nemen. En ja, dan zijn er natuurlijk allerlei verschillende use cases die wij ook tegenkomen. En ja, waarvoor dit soort technologie wordt ingezet. Facilitair onderhoud, om sneller en gerichter schoonmaak te kunnen doen. Parkeren, monitoring, omgevingsklimaatmonitoring. Veel met energie doen we natuurlijk ook, waar we het nu vooral over hebben. Om die data juist makkelijk op
één manier bij elkaar te kunnen brengen. Maar een mooi voorbeeld vind ik Cromwell Rondros, TBI, een groot bouwbedrijf die veel bedrijven of veel kantoorgebouwen in Nederland beheert en bouwt. Waarbij we ook eigenlijk bij het begin begonnen zijn. En dat is het uitlezen van gebouwbeheersystemen. En daaromheen worden allerlei andere sensoren geplaatst. Dus bijvoorbeeld occupancy sensoren, waardoor je kan zien niet wie, maar welke mensen er waar precies in ruimte zijn. Maar bijvoorbeeld ook de voorspelling van het weer. Ook dat is een meting. En uiteindelijk komen al die metingen bij elkaar. Die worden real-time in dashboards beschikbaar gesteld. En uiteindelijk hebben we daar een stuk voorspelling overheen gelegd. Waardoor we uiteindelijk een heel specifiek profiel van een gebouw konden maken. Omdat het ene gebouw heeft veel meer ramen. Daardoor automatisch voor de instraling van de zon. Wat ook gemeten werd. De temperatuurontwikkeling. Mensen warmen ook wel van zichzelf een gebouw op. En wat je veel ziet is dat. Wat wij veel zagen is dat. De cv-ketels, de HVAC-systemen, standaard setpoints hebben wanneer ze aangaan. Bijvoorbeeld de verwarming van een gebouw gaat om 7:30 ochtends aan om ervoor te zorgen dat het gebouw rond tussen 8:30 en 9:00 op een aangenomen temperatuur zit. Maar corona heeft natuurlijk ook al uitgewezen dat dat lastig is. Veel mensen werken nu thuis of werken meer onvoorspelbaar in ieder geval op kantoor. Het ene gebouw warmt uit zichzelf meer op. Mensen inderdaad warmen gebouwen op. Daarbij kan het weer nog een rol spelen. En uiteindelijk hebben we daar die data gebruikt. Om te kunnen kijken hoe kunnen we nou een specifieke profiel van een gebouw maken. Nou, uiteindelijk heeft dat opgeleverd dat een gebouw uiteindelijk 40 minuten later zou kunnen opwarmen. Sommige wat eerder, sommige wat later. Maar gemiddeld 40 minuten later. En daardoor uiteindelijk het energieverbruik van de HVAC-systemen, dus van de heating, ventilation en airconditioning systemen, zo'n 15% terug gebracht kan worden. Want dat is natuurlijk gigantisch veel als je bedenkt dat Cromwell Rondros 9000 gebouwen beheert. En dat doorgetrokken voor een jaar, dan tikt dat goed aan. Dus dat geeft aan, dat is natuurlijk uiteindelijk ook weer begonnen bij het meten en integreren van allerlei verschillende databronnen. En dat op een slimme manier gebruiken. En dat maken we eigenlijk mogelijk met Blockbacks. Dit is natuurlijk een wat groter voorbeeld. Uiteindelijk gaat het natuurlijk vooral niet om de grote, maar begint iedereen uiteindelijk klein. Dat moedigen we ook vooral aan, want toon het aan. En ook die business case daaromheen, die moet eerst maar bewezen worden. Dus we hebben een platform en een manier waarop dat op kan worden gezet, zo ook ontwikkeld dat het uiteindelijk heel snel en makkelijk opgezet kan worden. Maar wel met hetzelfde gemak en performance opgeschaald kan worden. Dus, want wat je vaak ook ziet, is dat systemen toch beginnen te ratelen bij 100 of 200 sensoren of gebouwen. Terwijl je dan eigenlijk juist de waarde eruit haalt en dan door wil. Dat is uiteindelijk hoe we de performance van het platform ook geborgen. Maar natuurlijk ook net zo belangrijk met een instapmodel van pricing. Want ook dat moet kloppen en voorspelbaar. Vooral dat is heel belangrijk. Om niet tegen de lamp te lopen. Om uiteindelijk met onberekenbare kosten te komen. Wanneer het wel kan worden geschat. Nou, we kunnen hier natuurlijk heel veel meer over vertellen. Heel graag zelfs. En dat doen we graag in combinatie met onze partner MCS. Voor nu dank ik voor jullie aandacht. En beantwoord ik graag de vragen als die er zijn. Ja, dankjewel Dennis voor je heldere presentatie. En jullie hebben een fantastische tool om niet alleen energiemonitoring, maar ook alle andere data gathering inzichtelijk te maken. Het is tijd voor de Q&A. Ik ga de vragen zowel in het Engels als in het Nederlands stellen. We hebben best wat vragen binnengekregen. I want to start with a question for Romain. Why do you prefer LoRa if you compare it to other techniques like narrowband IoT, LTM or 5G? And that's a question from Peter. Okay, thank you, Peter, for your question. Why we do prefer LoRaWAN is mainly because first, the cost of the solution is supposed to be cheaper. The installation hassles, as I mentioned in the presentation, is far less in LoRaWAN.
The ecosystem is robust and mature. We have more than 500 companies that are part of the LoRaWAN LoRa Alliance, and with many sensors available on the market, as a mass market availability, which is not the case, of course, for 5G, not yet, which is about to be for NB-IoT, but still behind, and which is not the case neither for LTE-M. So at the moment, in terms of LP1 technology, LoRa is by far the one that you should deploy for easy installation and cheap end-to-end solution. Okay, thank you, Roman. I'll stick to you. We have another question from Klaas, and I think you already answered it a bit. Is LoRa the best network for smart building? And if yes, why? Well, yes, actually, Bas, I try to respond a little bit. Basically, we do believe that it's one of the best. I would not say that it is the best, but one of the best, let's say, because LoRa is a RF technology, so you don't have any wire, basically, to be in place. So whenever it comes to retrofit or a new building, greenfield building, you just come and the installation of a LoRaWAN network, including sensor, is just as plug and play as every concept you can imagine. So it's really well fitting the requirement for the smart building concept. Okay, great. Thank you very much. Maybe I have another question to come back to you. Ik heb een vraag voor, ik denk dat het een uitgelezen vraag voor Jan is. Van Sylvie. Ik wil graag de gegevens uitlezen direct vanuit het GBS of het gebouwbeheersysteem. Kan dat ook? Dank Sylvie voor deze vraag. Direct vanuit het GBS. Nou, ik moet zeggen dat de oplossing die we nu net hebben laten zien, hè, dus dat is eigenlijk een LoRa-netwerk waarbij je LoRa-sensoren door het hele pand heen plaatst om energiemeters uit te lezen. Dat is een optie, maar als je alleen een GBS hebt, een gebouwbeheersysteem, wat je compleet wil uitlezen en verder geen aanvullende sensoren, dat kan zeker, maar dan zou ik niet zozeer voor LoRa gaan, maar dan zou ik daar eigenlijk gewoon een router voor nemen die zeg maar gekoppeld kan worden aan het gebouwbeheersysteem. Als je nou een combinatie zou willen, dus je wil en LoRa-sensoren bijvoorbeeld om bepaalde energiemeters uit te lezen, maar ook het gebouwbeheersysteem, dan hebben we daar ook een hele mooie oplossing voor. En dat is eigenlijk de LoRa to GBS gateway, die kan beide. Dus het antwoord op de vraag is, kan ik ook GBS uitlezen zeg maar, via een andere oplossing? Dat is zeker ja, en daar hebben we diverse mogelijkheden voor. Okay. Dankjewel Jan. Ik heb een vraag voor Dennis. We hebben het nu over gebouwen gehad, maar is Blockbox ook actief in andere industrieën? Ja, korte antwoord daarop is ja. Ik weet niet van wie de vraag komt trouwens. Maar, die is van Rob. Oké, dag Rob. Ja, we zijn zeker in andere industrieën actief. We geloven ook echt dat, dat het meten, visualiseren, analyseren van data op een makkelijke manier bij elkaar brengen, dat geldt ook zeker natuurlijk ook in andere industrieën. En eigenlijk andere grote industrieën voor ons zijn de waterindustrie is een belangrijke, de agrarische sector. En we schuiven ook steeds meer de industriële sector in, waar je natuurlijk ook fabrieken ziet die trouwens ook energiemetingen natuurlijk veel doen. Dus daar zit veel overlap. En ook machines en sensoren worden geplaatst of al uit worden gelezen, waarvan de data bij elkaar kan worden gebracht om daar nuttige dingen mee te doen. Dus zeker. Dus als ik daar meer informatie over kan geven, dan heel graag. Oké, nou Rob, ik hoop dat het je vraag heeft beantwoord. Ik heb nog een vraag van Pieter voor jou, Dennis. Heb ik altijd de hulp van Blockbox nodig? Dus wat kan ik zelf doen? Bijvoorbeeld API-koppeling. Ja, goede vraag. Het platform ontwikkelen we echt met een self-service visie. Dus het idee is zeker dat, dat wij je kunnen helpen bij de opstart. En dat zullen we ook altijd doen natuurlijk. Het configureren van het platform, dat kan echt al in dagen. Maar het idee vooral is dat, dat klanten uiteindelijk zelf ermee aan de slag kunnen. Want daar, we geloven erin dat daar de vrijheid zit om vervolgens met het platform echt nuttige analyses en conclusies eruit halen. De data daarbij blijft natuurlijk ook altijd van onze klanten zelf. Dus
Sterker nog, als wij geen toegang krijgen tot ons eigen platform, kunnen we er ook niet bij. Dat is de reden waarom we bijvoorbeeld ook projecten doen met slimme meters, voor netbeheerders. Ja, het platform moet heel veilig daarin zijn en data moet afgesloten zijn. En daarbij inderdaad ook de mogelijkheid om API-koppelingen zelf op te kunnen zetten en te kunnen mappen naar het platform toe. Ja. Okay. Ja, dankjewel. Ik denk dat je hiermee ook wel een beetje de vraag van Sylvie hebt beantwoord. Die heeft de vraag gesteld, Blockbox geeft aan het platform snel en op schaal in te kunnen zetten. Wat betekent dit in de praktijk? Ja, Sylvie. Inderdaad, zoals ik net al eigenlijk kort zei, kan het platform echt heel snel worden opgezet. Omdat het met heel veel standaard stukken gereedschap zeg maar, komt om ermee aan de slag te gaan. Data binnen het platform kan ook snel worden behandeld. Dus we hebben het platform real-time opgezet. Data hoeft natuurlijk niet in real-time te kunnen behandeld te worden. Maar stel dat je real-time wil alarmeren over verschillende sensoren heen, dan moet dat wel kunnen. Dus op die manier is snel en op schaal. Heeft twee dimensies, dus je kan heel snel starten met heel veel functionaliteit out of the box. Maar eenmaal binnen het platform kan het platform ook snel worden opgeschaald richting nieuwe sensoren. En kleine dus ook volumes data, maar zeker ook grote volumes data. Dankjewel Dennis. I have another question for you, Romain. Why should you roll out a private network instead of making use of the public existing LoRa networks? Well, this is purely related to your constraints, meaning do you want, for example, to be the owner of your data? Do you want to make sure that the data is not going on someone else's server? And the fact that LoRaWAN allows public and private, and that there are no particular constraints to deploy a private network, I would rather suggest you to go for a private network like this. You manage your own small scale network, but even at a larger scale network, it can be also possible. But the idea is really to make sure that you have the right tool to manage your network, and you keep the data as your data. Thank you, Romain. En dan de laatste vraag is voor Jan. Hoe kunnen jullie pulsen opnemen van mijn meter? Dat zou ik nog wel eens willen weten. Ja, nee, dankjewel, Bas. Pulsen opmeten. Ja, ik heb inderdaad aangegeven in mijn presentatie dat wij een LoRa-node hebben die pulsen kan opnemen. Maar goed, dat is eigenlijk gewoon een elektrisch signaal wat je kan lezen. Dus als je die dan wil koppelen op een meter waar bijvoorbeeld een puls wordt gegeven door middel van een lichtsignaal, dan moet je natuurlijk dat lichtsignaal omzetten naar het elektrische signaal. Daar hebben we zogenaamde pulsopnemers voor. Die we direct kunnen koppelen aan zo'n LoRa-node. En die pulsopnemers, dat zijn zowel lichtsignaalopnemers, maar ook bijvoorbeeld magnetische opnemers. Zowel voor water, gas als elektriciteit. Dus kortom, met behulp van die pulsopnemers kunnen we prima de pulsen vertalen naar het elektrische signaal wat die LoRa-node nodig heeft. Geen probleem. Super, dankjewel Jan. Dan zijn we aan het einde gekomen van de vragen. Ik heb zelf nog één vraag aan de participanten. Aan iedereen die heeft deelgenomen. En dat kunnen jullie in de Q&A aangeven. Als je behoefte hebt aan een verdiepingssessie over dit onderwerp, waarbij we nog wat dieper in op de materie en op de techniek gaan, dan zou ik het erg op prijs stellen als jullie in de chat een ja willen doen. Dus gewoon ja en dan even op enter drukken. Dan kunnen wij kijken of er voldoende behoefte is om dit onderwerp nog verder te verdiepen. Ik wil speciaal, I want to thank Romain for his presentation and his preparation for this webinar. Thank you very much. En ook aan Dennis en Jan een dankwoord vanuit de MCS. Ik hoop dat jullie in ieder geval als bezoekers voldoende geprikkeld zijn door deze sprekers en geïnspireerd zijn om ook met Smart Energy, Smart Building aan de slag te gaan. Voor vragen kun je altijd bij ons terecht.
En we zullen deze opnames ergens volgende week met jullie gaan delen. Heb je nog interesse over de stand van zaken van 5G? Kun je vanmiddag om 2 uur ook je aanmelden en meedoen. En als je nog interesse hebt in andere IT-onderdelen, kijk dan even op onze website. En daarin zie je ook de sessies die morgen en overmorgen gepland staan. Ik wens iedereen een hele fijne dag en dank voor je komst.